In de Code of Cutting nummer 3 laat ik jullie zien hoe makkelijk dat het is om de lijnen die ik heb uitgelegd in Code of Cutting 1, om die te plaatsen in een plaatje. Dus wanneer je bijvoorbeeld een klant het advies hebt gegeven en daarbij een foto laat zien, of de klant die komt zelf met een foto, dan kan je nu in een handomdraai de lijnen plaatsen hoe dat zo'n coupe geknipt is. In het volgende filmpje ga ik ook daadwerkelijk aan de hand van een foto ga ik knippen en de lijnen plaatsen. En op die manier begrijp je beter hoe dat je de coupe kan plaatsen bij de klant. Zijn jullie nieuwsgierig? Kijk dan verder. Ik heb gekozen voor de short shaggy look. Dus we gaan werken aan de hand van deze foto. Als we nou de coupe gaan ontleden zien we heel veel gelaagdheid. Verticale lijnen zorgen voor veel gelaagdheid. Aan de onderzijde zien we een lengtelijn, dus dat is een horizontale lijn. Plus zien we een ponypartij die van kort naar langer loopt. Allereerst begin je met het afdelen. Ik begin eerst met de ponypartij af te delen en bovenop heb ik het hoefijzer. Als ik dat heb vastgezet ga ik naar achteren en op het achterhoofdbeentje maak ik een rechte lijn. Ik begin met de ponypartij te knippen en hiermee werk ik met een vaste gidslijn. Ik projecteer het haar naar het midden, naar mijn denkbeeldige vaste gidslijn en daardoor wordt de buitenzijde van mijn ponypartij wat langer. Nou, om nu de ponypartij goed te kunnen snijden, want ik wil echt dat piekerige eindresultaat hebben, maak ik mijn ponyafdeling wat smaller, want anders zou ik te veel haar in mijn handen hebben. Dus ik maak de juiste afdeling, ik projecteer het naar één punt toe en met mijn mes plat op het haar met een lichte hoek snij ik het af. Je ziet mij ook een beetje zakken, want ik wil het allemaal goed in beeld hebben. Maar snij ik het haar af. Nu zie je dan dat hij al heel licht in het midden wat korter is. En naar buiten toe loopt hij naar wat langer toe door. Dat komt omdat ik het naar het één punt heb geprojecteerd. En dat geef je dus die vaste gidslijn. Nou, de andere partij die er bovenop ligt, die kam ik nu naar voren. En dan zet ik met mijn mes een diagonale lijn door, omdat ik die ponypartij naar buiten toe wat langer wil hebben. Om de connectie te maken met de onderpartij neem ik in het midden eerst een klein passeetje op en ik snij boven mijn vingers daar waar de spanning zit. Ik maak de connectie met de onderkant en vervolgens laat ik mijn mes diagonaal eruit glijden om die ponypartij naar de buitenzijde nog wat langer te creëren. Dit doe ik aan beide kanten. In Code of Cutting 1 heb ik uitgelegd dat verticale lijnen heel veel gewicht verwijderen en veel lagen creëren. Dat zie je dus ook op de foto. Ik ga dus met verticale lijnen werken. Ik begin met de middenpartij. Ik zet eerst het onderste gedeelte zet ik vast, want dat ga ik als tweede knippen. En dan het middelste gedeelte ga ik echt met mijn vingers verticaal werken. Want ik wil namelijk veel gelaagdheid hebben en veel gewicht verwijderen. Ik check altijd aan de onderzijde de lengte waar ik hem ongeveer wil hebben. En dan nu ook weer met een lichte snijbeweging creëer ik mijn verticale lijn. Ik neem de volgende passé neem ik met me mee. En nu kan je ook goed zien dat mijn gidslijn erdoor schijnt. Dus niet de brede passés opnemen. En ook weer met je mes met een schommelbeweging die puntige uiteinde erin creëren. Ik zou het ook kunnen knippen, maar dan is het veel botter en dat wil ik niet. Dus mijn mes gaat voor mijn vingers waar de spanning zit en ik snij hem mooi verticaal af. Ik loop met de ronding van het hoofd mee, dus ik werk met een lopende gidslijn. Dat wil dus zeggen dat elke passé die ik knip, die komt loodrecht uit de hoofd uit, dus mijn lichaam loopt ook om de klant heen. Op die manier werk ik dus met een lopende gidslijn en creëer ik een ronde vorm. Dus ik neem elke keer mijn vorige passé, neem ik mee door naar mijn volgende passé en sluit hem aan. Dit doe ik helemaal met het hoofd rondom mee. Dus let erop waar je aan het knippen of aan het snijden bent, daar is ook jouw lichaam. Daar sta jij recht voor. Ik persoonlijk vind het makkelijk om in één keer met de ronding mee te gaan. Maar waar je ook voor kan kiezen is dat je eerst de linkerkant helemaal knipt tot aan het achterhoofd. En dat je vervolgens aan de rechterkant begint en terugwerkt naar het achterhoofd. Als je dus aan beide zijden gelijke lengte hebt, moet dat altijd gelijk zijn. Dan aan de onderzijde wil ik dus massiviteit creëren en dat doe ik met een horizontale lijn.
Ik heb dus mijn gelaagdheid er al ingebracht, maar hier aan de onderkant wil ik massiviteit hebben. Ik deel het gedeelte deellijk af, want anders zou de passé in één keer te dik zijn. En ik blijf met mijn mes blijf ik werken. Dus eerst het onderste gedeelte een rechte lijn creëren aan beide kanten. De bovenkant vastzetten en dan vervolgens het punt bepalen waar dat je je horizontale lijn wilt plaatsen. Met die horizontale lijn creëer ik dus massiviteit, geen gelaagdheid. Jullie zien mij hier It's a Ten gebruiken, want het is belangrijk dat het haar soft en soepel is wanneer je het gaat snijden. Nou, wanneer ik dan mijn lijn heb bepaald, jullie zien het nu niet goed, maar mijn lichaam is recht voor de passé die ik aan het snijden ben. Want dan weet ik zeker dat ik ook weer mooi met de ronding van het hoofd meega. Vervolgens komt de volgende passé erbij, die leg ik er bovenop. Ik zie goed mijn gidslijnen doorheen komen en maak de aansluiting. Op 2-3 centimeter snij ik het haar af, want ik wil echt dat frizzy, dat piekerige eindresultaat wil ik erin creëren. Je kan er ook voor kiezen om deze coupe te knippen, maar dan krijg je iets of wat een klassieker eindresultaat. Of je moet hem daarna nog heel veel uitefileren. Wanneer ik dan aan de bovenkant verder ga, ga ik door met mijn verticale lijn, want ik wil nog steeds veel gelaagdheid creëren. Ik maak de bovenkant los en ik projecteer hem naar mijn buitenste lijn. Nou ja, dit is wel een beetje lachen, want ik vertel altijd, ik weet ook niet of jullie het weten, ik doe dus alles zelf. Ik doe alles zelf, filmen, editen, voice-over, noem maar op. Dus ik ben soms een beetje met mijn camera aan het spelen om te kijken of ik de juiste positie te pakken heb. Dus ik heb dit fragmentje erin gelaten, zodat jullie ook echt kunnen zien dat ik alles zelf doe. Oké. Oh ja, kijk hier. Dan zet ik hem weer even wat verder weg, want dan heb ik het weer wat beter voor jullie in beeld. Maar bovenop ga ik dus exact hetzelfde ga ik door. Ik maak alleen bovenop wel een sterafdeling, maar ik neem mijn onderste lijn neem ik mee als gids. Dus wat ik doe, wat jullie ook in de beginfoto zagen, ik plaats 2 verticale lijnen aan de zijkant van het hoofd en projecteer daar het haar naartoe. Dat wil dus zeggen dat het haar bovenop een verdere afstand aflegt naar mijn verticale lijn dan wanneer ik het haar bij het oor heb. Dus bovenop worden mijn lagen iets langer als eronder. Maar dat is ook wat ik wil bereiken met mijn shaggy look. Dus projecteer het naar buiten, naar je verticale lijn. Maak de aansluiting en blijf palm tot palm werken. Dit is de beste houding voor je lichaam. Hiermee blijft mijn rug recht en heb ik alle controle over de positie van mijn vingers. Ik wil nog iets meer gelaagdheid in het gezicht creëren, maar ik wil geen kortere lagen achter de oren, dus ik ga werken met een vaste gidslijn. Wat ik nu ga doen, is ik kam alles naar voren. En je moet begrijpen, met een vaste gidslijn is daar het eerste punt is het kortste, maar alles wat je daar naartoe kam en afknip of snijdt, wordt langer. Dus wanneer ik alles naar voren kam en ik neem de vaste gidslijn van mijn ponypartij, dan weet ik dat de gelaagdheid daarachter langer zal blijven. Dus dat geldt ook aan de zijkant. Ik creëer wel wat kortere laagjes in het gezicht, maar zodra ik naar achteren ga, worden die lagen juist weer wat langer. En dat wil ik bereiken met een vaste gidslijn. Hier zien jullie al het eindresultaat komen van mijn short shaggy look. Nou, het is echt wel goed het verschil te zien dat ik het gesneden heb en niet geknipt. Maar nogmaals, wat ik al zei, je zou ervoor kunnen kiezen om te knippen, maar dan krijg je een klassieker eindresultaat. Om dat klassieke dan te doorbreken, zou je het nog heel veel uit kunnen effileren. Een mooi product wat aansluit bij de shaggy look is de Ocean 5 spray van Royal Kiss. Ik wil namelijk een beetje dat ruigere structuur wil ik overhouden. Ik spray het in het haar en daarna kies ik ervoor om met een diffuser het haar langzaam te laten drogen. Want het haar is een beetje gebundeld met elkaar, ik wil een beetje dat ruigere structuurtje overhouden en zou ik het met een borstel gaan feunen, dan wordt het weer te netjes, dan wordt het gestaald. Dus een diffuser zorgt ervoor dat de wind mooi verspreidt en dat ik het rustig op deze manier kan laten drogen. Wanneer je dus nu met de bepaalde lijnen naar een coupe gaat kijken, is het voor jezelf ook veel makkelijker om deze coupe ook te knippen in de salon. Dus wanneer je een plaatje krijgt, ontleed hem met de lijnen en op die manier kan je alles creëren wat in je macht ligt.